the search for Edward. Wait, he really is in this map. Yeah. It says he's here. How did he just sneak past us then? I don't know, he's very sneaky. Anthony! Hello! Yes, there he is! Hello! It's Anthony! It's Anthony! Yeah! Oh, you're standing on top of a lizard, Anthony. Sorry. Sorry. So, hola. Be careful with your steps. Maybe you can tell us a little bit about why you're starting writing your essay. If I have to say, it's more like a digestion of what I experienced and learned. So it's not necessarily that I choose the topic. And you can see in this essay, I'm always talking about non-linearity, deconstruction theory, those things, but all of them are about to see things in more a fluid way. A lot of the times when we digest or we try to solve some problems, we'll think about, okay, how do we dissect the thing to understand each part so that I can produce a general principle, and then I can say I understand this thing. But then there's also another approach in which dissecting will just ignore the connections between the particles in that object. If we dissect too much, then we lost sight of the connections. Yeah, but I'm not saying like dissecting is not a good thing, but I'm just saying that this is one approach that I found really new to me, and I was just trying on this idea. Hello. Wow. It's like literally an ocean of just like this. Is it influence of Asian culture? Yeah. So if you do not move, you can sink. You can sink. Yeah. In the middle, you can plop down. Yeah. Keep speed. Yeah, because what I find striking about the book was that you were talking about pretty big subjects like situationism and Hong Kong, the situation there. Yeah, my work is about like digesting what I hear, what I see, what I taste, what I feel. So inherently it is connected, and like even this essay that I'm writing, when I'm writing the introduction, I realized that like it is exactly because the Hong Kong protest, where people is like trying to fight, like how to fight against this who, what, and I think there's too much progressive anger, and maybe we need another kind of sensitivity that we are not actually training ourselves well before making big changes. So I think like small changes is needed to build big changes, but then when you are making small changes, for instance, changing your own habits or making an artwork or what, these small changes often require a kind of internal and kind of deep sensitivity to your surrounding and to yourself, to your own comforts. Like, even though all the things make sense, but you just don't feel comfortable, maybe there's something wrong. So all these sensitivity, I think, is needed. Otherwise, even though you are giving resources or energy to make big changes or organizing big protests or what, you always lose sight of something small that is the essential thing. Around, okay. It's a nice, just running around in the lake. I'll run with him. Like, if I have to talk seriously, it's like the publishment is just one slice of bread that, like, those knowledge that I digested a bit is still ongoing.
And so if I publish another essay, then it will be another slice of bread. And you'll keep baking. Oh, then we get back to food. This is an analogy that my teacher used to use. Yeah, no, it's a high school teacher. She was trying to say that because it's just a slice of bread, that's why you can, you should feel comfortable like presenting some unfinished work in the exhibition. And so it was an encouragement, and I thought that was a really nice analogy for a lot of things. How can they reach out to you? Where and how? What do you prefer? Right, I didn't think about that. I think could be Instagram, but later I will also have a website. My Instagram is so my name is Zhang Heiyu in Chinese, and Zhang is the surname. My name is Heiyu, and so it's like Heiyu, so I use that. So like it's Zhang, and then underscore, and then Hey, and then just underscore you. Oh, okay. Nice. Sounding like it's written in your name, right, in VR chat. Yeah. Right. It's Zhang underscore Hey underscore you. Nice. Awesome. This is awesome. Creative? Yeah. This is nice. So, and it changes gravity? If you press the triangles, it does. To change gravity, I see. Secret somewhere. And it doesn't change yours, it just changes mine. This is awesome. Okay, see you next time. How do I quit?
So you said the lighthouse, Carlos? Or? I said the ducks and like a nature Oh, walk. the ducks. Yay. Oh, okay. Oh, I can't believe it's snowing. Look at the ducks. Oh, what's it been? Oh, why do you have a red mark? Who hurt you? But I'm not sure they like apple, but red is not good for them. I will give them a melon. That's sweet. Oh, look, there's already a duck here. Hey, they like it. Nice. Hello, ducks. they like me now. Yeah, my investigation started with the curiosity of our perception of space. And also because, yeah, funny that we are talking now in a virtual duckland, but that we live in such a world that it's so interconnected, like the digital world is reaching really much into the into our physical surroundings. So I was just wondering if I could make a work that tries to play with this duality, and then also just to see how mental space and virtual space collide or not. Something like that, and then I just wanted to do a simple research in making the same base shape, like for physical shape, from different materials, and therefore, like I create different sound possibilities and frequencies for the object, so I can digitally interact with these objects in a different way that really connects to their very physical characteristic. And can I do something else than feeding them with watermelon? Or they, yeah, I mean, they are ducks, so what could I do with them? I'm a monster and they are ducks, so like, for example, ceramics, what is the digital version of a ceramic pot? That I don't really know. So what, how can I extend a metal object into digital space apart from its visual extension? But what is the core connection? But sound has this ability to be present in both worlds in a very, very easily graspable way. So when somebody reaches to an object and then they touch these sounding cones, then they are confronted with the very physicality of these objects and tangibility of sound, as they feel the vibration of the objects very strongly and they can see the objects moving a bit. Mm-hmm. In generally, in most of my works, my intention is to raise questions about our intuition and perception of physicality and physical tangible materials. But I would like to use digital media as a support to reawaken this intuition towards physicality, because digitalization is something that we apparently cannot really avoid. Mm-hmm. But maybe there are possible ways of using it in a way that actually it can help us getting a more full life experience and not really distracting us from a full life experience. So that's what I'm looking for with art, I think. So, are you worried that we will lose a lot of physical aspects in our life, or I think we already did. Mm. We already did. I'm not necessarily afraid, because I also think that humans have this very strong
connection to physicality and to, yeah, like nature in terms of like trees and other living beings. Like, I think it's very strong in humanity, of course, but just like when I sometimes I get a message from my phone, like that my average screen time per day was like 1.5 hours a day on my phone, and then I question, like, okay, so in that 1.5 hours I was physically not really present. Yeah, and then now that I have a son who is 3 years old, and now he's still quite distant from it, but there will be one age when it will be very hard for me to control that, how many hours and how does he spend with computers and screens. And it would be a pity that he sees like certain like animals or nature or just the beach, if he sees like certain things way often more for the first time online and in a virtual reality than in real life. Yeah, definitely. Then it would be so nice if he could experience sand, walking in the sand, and not like meeting the sand in a video or in a game or I don't know. So I'm not really worried, because people are quite, sometimes people can be also very very connected to physical things, but still I think it's nice, it's really time to at least raise questions. I think it's maybe everything is about maybe consciousness, or how do you, maybe any tools could be used, but just how do we use it and how do we make other people use it? Yeah, and how to like, I don't know. And what do you think about what do you think of the role of the screen, or is it something that should be limited, or is it something that just should be changed? Or I think like also what a lot of like artworks are doing is that like there's a really big focus on function, so and ease. So a lot of the ways we are using screens is like making things easier and faster, and in a lot of things about physicality, like you need to take some time, touching or stroke your hand over something. So I find it kind of interesting, like that there's like a bit of a contrast of using a screen or using technology and living in the moment or looking at nature, while everything actually is just a life experience, you know. So exactly. So there must be ways to combine these things, because there's no reason for it to have a contrast. And I hope that there are ways of technology that, for example, maybe they start abstract, like your work, like it's combining something digital with a physical object. And I hope that these kind of things give inspiration for maybe also designers to think, okay, that we can put these technological aspects in everyday objects and in like normal functional things. So it becomes something more, you know? Yeah, I think I like this idea a lot. Also, I would just like my exploration also of electronics or digital media in art research is also like based on a very friendly approach. So I'm not sure, I'm not in the position of criticize technology or technological developments or evolution, but I'm just raising questions like exactly how it could support us in a full life experience instead of limiting our world. Because I feel that just a simple mobile phone and a laptop in an average user's life, for me it's limiting, at least personally. Yeah, that's I think it's always probably a good question, because it's so much intuition related, and I think it's like a child is enjoying just immersing in a world of like playing with stones or drawing like a simple drawing, or just creating
this energy of creating and like trying to playing around and things are evolving around you. It's just humans enjoy it, so I also really enjoy it, and I don't really know why, but it's something that like working with material, it's just I'm really like I get really in a kind of a balance, even though sometimes of course art puts you out of your comfort zone a lot, but just to be close to material and working with it and like being next to the process and really let the material guide me, and then I still try to shape it. So this relationship I just really enjoy also. So I'm working a lot with ceramics and with non-fired clay, and also with other materials like sand or wood, metal, and or plastic or discarded furniture or some things that come along my way. And I just really enjoy this building and rebuilding and reorganizing process. But then of course when I at the end when I connect or at, when at the end I get to kind of not a finished work, because I don't believe in finished works, but when I get to certain things that I'm showing to public, then actually I have much less connection with the work than with the things I'm busy with in a studio setup. And I think it's just a matter of maybe my personality that I enjoy more this like a way of working. And I think this confrontation with like results that you show is for me always a tricky thing. That it's because suddenly it ignores the whole, like it can ignore like a whole half year or 2 years of work. Like it's not ignoring because you see it in the in something, of course, but it's hard, sometimes it's easy to overlook. Like the work that you see here at your at the Common and our exhibition is actually the work that is less influenced by process. Usually my other works are more intuition related, and this was quite conceptual from the beginning, and it didn't change much through the execution. So it's very an atypical work in ways of making for me. So usually I'm following the material that I started, let's say pouring a sheet of clay on a big plaster sheet, and then I see how it breaks, and then I react to it, and I can add another material. I can decide to fire it, I can decide to glaze it, I can decide to recycle it. So then I can constantly, one reaction of a material has put me in a new position that I have to like relate to it. So that's something I really enjoy. Good to sometimes step out of usual or like usual ways of doing, and then okay, let's try another way. And then I'm in the end you can reach me. I think the easiest is just to check my contact on my website, which you can find on the exhibition flyer, or not, maybe just not there. But if I say it now, like ildikohorvat.com, that's a bit difficult for me. Oh, I can see your name here, so people can spell it out. So it's ildikohorvat.com. Exactly. And .com. So I think with my name, that just should work. Yeah, thank you also so much. Thank you. It's really super cool. Yeah. Oh, yeah, you can run into the ocean. Yeah, we'll catch it. And now I'm in the... Bye. Bye! Thank you for stopping by. Bye, thank bye. You for being in the exhibition. It takes some time because... It just goes on. Oh no! It's endless. You will be there forever. Walking. Thank you.
like you're a robot rabbit. Yeah, robot rabbit. Yes. That's cool. That's cool. Okay. Okay. Let's go. Hello. My project ended up being some kind of exploration on this kind of data gatherings and how it impacts our lives. And I ended up trying to bring some kind of personal interpretation of how this usage of data nowadays, how can it be used for my own goals, you know. A lot of the aspects that I ended up approaching are related to autonomy, personal autonomy, like how we are being more and more led to think some stuff that we may not think otherwise, you know, because of social media, because of news websites, all these information 24/7 being bombarded, but also how I can try to subvert this system, you know. I mean data is available for everyone, either for big companies or for ourselves, so if we can use data for our own like goals, our own objectives, I mean, that would be nice, you know. We can use these same systems that are literally being used against our will to try to adapt it and make it more like you can keep on track on the things you want to do in life and this kind of stuff, you know. I had like more than 2 months of data collected to make this project. So when I started doing it, I really literally realized it was like really I was really changing how I behave in order to make it, to try to manipulate the end result somehow. This is something that I perceived on my own, and then I try to let go of it, but it's difficult, you know. It's like when you are pointing a camera to your face, you know, and you're about to take a photo and you post on social media or something like this. I mean, you tend to make some special face for that moment, you know. It's not like you don't usually just so this was what I was realized with data. It's the same, you know, when you are tracking the data and you are tracking information about yourself, you tend to behave in a way that I think it's like more like an ego thing, you know. I mean, your ego, even if you're not putting your face out there, your ego still tries to kind of somehow control the situation, control the outcome. So it was interesting to realize this too. I mean, like how I was trying to manipulate my own behavior, or like I ended up thinking like with my behaviors, all of this, how this would be influenced, how which image would show up in the end result, you know. Even though, like the final aspect of the work is really somehow technological, I would say it's some like really digital, especially because of the some kind of minimalistic approach, like this black and white, you know, this kind of how do I say, like this duality, you know, it's either one thing or other or another thing. Even though it's kind of and actually, like human beings, they are not like this, you know. As I see, human beings are really like some kind of in between, you know. We are full of contradictions, we are full of
midterms, you know, we are not like either black and or white. Oh, the two fall down? Hello? No. It was an accident. One thing that I think like people in general, they tend to think is that like technology is this kind of super magical improvement that just comes to your life and makes everything enhanced, you know, it allows you to be more productive, it allows you to do more stuff, to meet more people all around the world. But one thing that people usually don't realize is that it always kind of sacrifices some stuff too, you know. I mean, it's always an exchange. It's not that we are just making it bigger and bigger and our lives more like fulfilled, more complete and more enhanced. I mean, we are always sacrificing some stuff. And I suppose it would make no sense to just want to go back to how things were. Like, we have to adapt to what it's now and maybe see what the positive aspects are and how the positive aspects can be even better. Yeah. You guys wanna jump off here? God. Can we jump? Me? Oh god. Will they make it? Oh well, Oh, they both made it. Wow. Oh, cool. Made it! Yeah, like, also the thought that new innovations and technology are taking such a grasp on us and changing how we experience things. Do you think that the rate of how fast we develop new things is also too fast to keep up with? Yeah, I think so. I think we are reaching a point, like, it's quite accessible to consume technology and even, like, high technology, you know. I mean, for example, like this virtual reality, until a few years ago it was something like, oh, this is something from the future, but nowadays it's like accessible. So yeah, I mean, I think it's quite fast, and I think it's quite difficult to grasp the process and quite difficult how individuals which will be our reaction, you know. I think the problem with what we are experiencing nowadays is that people are trying to describe this process. You know what I mean? They are not living this kind. Okay, let's leave it and look back at it after some time and see what was it. You know, it is more like people are always trying to define it. You know, and they're starting to see nowadays this kind of war of narratives. This war of definitions, you know what I mean? Like, some people say, like, politics or gender or, like, culture, all this kind of stuff. There's always some kind of definition, and there's always some kind of another definition that is completely against the previous one. So, yeah. And also, I mean, like, really to define what our goals are, I think it's a bit difficult, actually. Because I think we used to be, at least I think I used to be more in contact with my like inner being, you know. So I used to be more aware of the stuff I want to do and I want to be in life. Also, part of this technological scenario, we are so much being brought to the outside, you know. I mean, we are always like looking for notifications, looking for like socialization in some way, either in real life and either in or digital. We are totally being always, our attention is being directed to outside of ourselves, you know, and to some other specific point that may be of like third party interests. I even think that it's almost like more difficult to understand what I really want right now. So this idea of like an autonomy agency, still it is some kind of a gray area for me, because
what I suppose I am looking to forward. I mean, I don't know which kind of how much of it is actually in my own interest, my own pursuits. I mean, you know, like I think like it's really with all this information nowadays, it's really difficult to like separate things. You know, what is my like true intention? What are my true intentions? And what is more like being, I am being induced to pursue. Okay, my name is Alexandre Andrada, as in Portuguese. I'm from Brazil. I'm not sure if we've said this already. So I'm currently living in Rio de Janeiro, the city I was born, after 2 years living in Prague. Where I met Olivier, and I think the easiest way to have a preview of my work or like maybe some like aspects of my daily life as well would be my Instagram account, which is aand.lab. If interested, go look some stuff there, and if you want to keep in touch, just send me a message there, I'll read it and reply. So, okay. Yeah. Bye, see you. Bye, Alexandre. He's coming back. Oh, he's coming back. Oh, he's going away. Oh, he's going. Is he? Have a nice evening. Are you? I don't think he knows how to log out. Just as you walk towards him. Aan die kat oplopen. Als je in het midden gaat staan, dan zie je die muur.
in de achtergrond. In de achtergrond. Of de eindeloosheid. De eindeloosheid. Oh, zo ja. Ja, perfect. Oh, zo ja. Ja, ja, ja. Oh ja, wat ik aan het zeggen was. Nou, we waren niet van expositie aan het doen. En de docent speelde eigenlijk als de curator. En hij was heel erg bezig met het verbergen van alle elektronica. Hij wilde dat alle computers zo min mogelijk zichtbaar waren, alle kabels weg werden gewerkt. Terwijl een heel groot deel van deze werken waren digitale werken. Waardoor je eigenlijk weet dat er altijd op een of andere manier een computer involved is. En ik vond dat wel een grappig idee, hoe we de computer echt gebruiken als een stuk gereedschap. En daardoor wilde ik kijken of ik het kon presenteren uit buiten het idee van een gereedschap, door eigenlijk die praktische waarde eruit te halen. En daardoor begon ik met het idee om het te gieten in beton. Omdat beton namelijk wordt gezien als een heel erg primitief bouwmateriaal. En daardoor eigenlijk de computer dusdanig onhandig te maken, dat het eigenlijk zijn functie als een stuk gereedschap kwijt zal raken. Dus je haalt eigenlijk een soort contextlaag weg van de computer. Ja. Het hele idee natuurlijk van het computer als een stuk gereedschap is dat het iets moet. Het moet iets laten zien, het moet iets processen. Ja. En ik begon dat te doen door soort van generatieve karakters rond te laten lopen op een scherm. Maar het legde niet heel goed de lijn tussen het. Het was nog steeds een heel erg gescheiden iets. Een heel erg gescheiden. Er was nog een heel groot verschil tussen het beeld wat je zag en de vorm van de computer. Dus daarom besloot ik om het nog een stap verder te nemen en eigenlijk het computer een soort lichaming te laten zijn van één klein digitaal wezentje. Om eigenlijk ook die lijn van dat onpraktische nog sterker te leggen, dat je eigenlijk al deze fysieke dingen nodig hebt om één heel klein pixelated wezentje in leven te kunnen houden. En kan je dan meer verder uitleggen wat jouw interesses zijn, waarom dit bij je past, of wat jouw onderzoeksvragen zijn die je denkt waar je iets mee kan, of waar je dan weer inspiratie uit kan halen? Ik leerde door mijn studie heen dat het eigenlijk nog veel leuker was om dingen te laten bewegen in de echte wereld. Dus ik kwam erachter dat je eigenlijk animatie op heel veel verschillende manieren kan toepassen. En vanuit daaruit begon ik eigenlijk steeds meer aan te gaan trekken tot de wereld van kunst en technologie. Oké, dus ook daarin, zeg maar, die zoektocht, zag je eigenlijk waar het om draaide, beweging. En dat haalde je uit de context van animatie om dan in andere dingen toe te passen. Ik zou misschien eerder zeggen andersom. Van het begon natuurlijk eerst vanuit de fascinatie voor animatie. En het was, gewoon omdat ik het als kind natuurlijk heel leuk vond om naar cartoons te kijken. En dat veranderde eigenlijk meer naar beweging toepassen om de illusie op te wekken om dingen tot leven te wekken. Of dat nou een karakter is of een scherm of een nutteloze machine. Is dat dan ook als we het hebben over de primitieve mens, wat jouw kernwaarde is? Het proberen dingen leven te laten lijken, wat het ook is? Het is vooral omdat ik het laatste jaar heel veel ben gaan lezen over de primitieve mens en de relatie tussen mens en technologie. Maar het leuke vind ik aan het hele primitieve idee is het hele idee van het leven terugbrengen tot hele simpele waardes. Om proberen het op een heel erg algoritmisch, logische manier te bekijken. Op een level dat je het eigenlijk zou kunnen nabootsen. Om eigenlijk ook te kunnen laten zien hoe makkelijk het is om die illusie wel niet op te wekken. Ja, eigenlijk om een soort van demystification van het mens zijn. Om eigenlijk een beetje dat hele idee op te heffen dat wij hele unieke, speciale wezens zijn. Het is slechts een kwestie van complexiteit. Ik moet zelf zeggen dat mijn werk wel in een manier wel. Wow. Je ziet er super intens uit. Ja, een wijze kat, hè. I am Zen. Welkom. Het idee met het meeste werk wat ik doe,
probeer ik een soort verbinding te maken tussen mensen en technologie. Ik vind het leuk om die relatie te leggen en daardoor de om op een manier te bevragen. Leuk, verfrissend lijkt me om in die soort van humbleness te zitten van hey, weet je, we zijn inderdaad, we zijn ook gewoon lichamen die bewegen, we hebben tools nodig, we gebruiken technologie. Het is denk ik een stuk verfrissender dan zeggen dat wij het ultieme wezen zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook, en dat is ook wat die relatie tussen mens en technologie zo interessant maakt. Want het is eigenlijk altijd technologie geweest waar wij ons aan refereren. Iets wat wij, nou, technologie is natuurlijk iets, is een stuk gereedschap wat wij, waar wij gebruik van maken om onze, laten we zeggen, limitaties voorbij te gaan. We vergelijken ons brein met de meest advanced technologie die we op dat moment hebben. Hoe het eerst we het brein vergeleken met een stoomlocomotief, vergelijken we het nu met een supercomputer. We vergelijken onszelf met de dingen die we zelf maken. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk het hoogtepunt van innovatie werd bestempeld als wat een brein zou kunnen zijn of is op dat moment. Ja, precies. En daardoor laat ook die relatie, daardoor hoe die relatie zich ook de hele tijd aanpast en hoe we iedere keer eigenlijk ook dat we weer een nieuwe ontwikkeling ondergaan. Iedere keer dat we weer eigenlijk een nieuwe manier van iets te automatiseren vinden, hebben wij weer de kans om te gaan bevragen wat is het dan wat wij doen. Omdat iedere keer een machine een bepaalde functie van ons afneemt, of in ieder geval laten we zeggen van ons overneemt, hebben wij weer een nieuwe mogelijkheid om te bepalen, oké, dan wat maakt ons nu mens? En ik denk dat ik die relatie heel interessant vind. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om daar naar te kijken en ik besloot dan vorig jaar om eigenlijk de oermens dan als referentiepunt te gaan gebruiken. Dus begon ik eerst heel erg te focussen op wat zijn nou echt menselijke, unieke menselijke abilities. En kan ik dat omzetten naar een soort van een machineproces. Wat zijn dan bijvoorbeeld die unieke abilities? Of wat heb je ondervonden? Nou, een van de meest leuke die ik vond. Maar eigenlijk misschien een van de meest unieke vaardigheden van de mens is het idee van roddelen. En dan bedoel ik misschien niet het hedendaagse idee van roddelen, maar het idee, de vaardigheid om te kunnen praten over wezens of over dingen die op dat moment niet fysiek aanwezig zijn. Dus eigenlijk ook op een manier niet zozeer de oorsprong van roddelen, maar de oorsprong van verhaalvertelling. Het was een vaardigheid die blijkbaar, ik bedoel, het is niet echt uitgelegd waarom we plotseling deze vaardigheid begonnen te ontwikkelen. Maar dit was de mogelijkheid om plotseling groepen mensen heel snel bij elkaar te krijgen. Het is heel moeilijk om allemaal mensen op een persoonlijk level te laten geloven in elkaar, elkaar te leren vertrouwen. Maar je kan wel een grote groep mensen laten geloven in hetzelfde verhaal. Je kan inderdaad je gravity veranderen. Ik kom aan, wacht. Ik zit vast. Wacht, je neemt twee koppen? Oh, ik zie mezelf. Yes, dat kan niet stellen. Ja, we zijn weer bij elkaar. Ik vind het super leuk dat je meedoet ook. Dat je op iets nieuws maakt. Oh. Ja, ook mooi om te zien van hoe er nieuw werk komt en ook je beeld over die technologie uit context halen. Ik denk dat dat een heel mooi perspectief kan bieden. Thanks. Als afsluiten, waar kunnen mensen je vinden? Wat is je naam? En wil je nog iets als laatste meegeven aan de lieve kijkers? Ja, nou ja, mijn naam is Quintus Glerum. Je kan meer zien van mijn werk op quintusglerum.com. Maar misschien moet ik even mijn website updaten. Of op mijn Instagram, I guess, op dezelfde naam.
als ik, maar die moet ik eigenlijk ook updaten. Hey, ik ben niet zo goed in social media up-to-date houden. Dat hebben wij ook last van, hoor. Goeie al. Alright, dus ik... Tot woensdag! Oh. Ah, yes. Prachtig. In het landelijke Noord-Eindhoven, in de wijk Vaartbroek, bevinden we ons bij T56. Een cultureel creatief verzamelgebouw in een voormalige garage. Voorheen was dit ook wel Flipside, Artspace Flipside. Maar sinds het stoppen van de subsidie wegens te weinig innovatieve creativiteit hebben we de naam veranderd in T56. Tarwelaan nummer 56. En ik zal jullie even rondleiden. Goeiedag. Hi, ik ben Luc Sponselé. En een van de oprichters en beheerders van dit pand, waar inmiddels een groot aantal kunstenaars hun kunstjes hebben vertoond. Dit is de hoofdingang, dit is ook werk van Jeroen Vrijsen, daarboven ook. Het lijkt me misschien makkelijk om eerst even naar boven te lopen, naar de tweede verdieping. In dit gebouw, wat ongeveer een kleine 2000 vierkante meter is, hebben we een kleine 15, 16 vaste huurders. En ook ongeveer 15 onregelmatige huurders die gebruik maken van de danszaal, de concertzaal of de polyvalente zaal. Wij staan eigenlijk open voor allerlei soorten initiatieven. En dat doen we al sinds 1984. En dat kan dus inderdaad gaan van pure kunstuiting tot mindfulness. Dit is de gang van deze. Dit is een atelier van Stef Ridaal. Hier zit Annabel van Groessen. Hier zit Julia. Ik kan haar naam nooit uitspreken, maar ze komt uit Oekraïne. Carlos en Olivier zitten hier van DIN 2, die dus nu die presentatie hebben. We hebben hier de theaterzaal. En ik hoop altijd dat het licht het dan doet. En dat is het. Zo op deze manier. Hier wordt meer musical gedaan, maar ook dervish. Meditatie, mindfulness, burleske dansen. En andere lichamelijke capriolen. Als een van de weinige culturele instellingen in Eindhoven hebben wij het voor elkaar gekregen om hier een groen sedumdak op te krijgen. Daar zijn we eigenlijk heel erg trots op dat het ons gelukt is. En dat is eigenlijk, nu is het een beetje een wat sobere kleuren, maar het zijn 7 verschillende soorten planten op en die geven een rijkdom aan kleuren. Daar kun je je palet niet mee vullen. We verlaten de theaterzaal en we gaan naar de danszaal. Dat is dit hier. Hier maakt onder andere Anna Dans gebruik van, maar ook K-pop zit hierop en Eindhoven Sport maakt gebruik van deze ruimte.
hier kijken we uit op het zuiden. En daar zou dan ergens, ja, als we een beetje beter kijken, zien we naar die schuine toren en de hijskraan van waar ze aan de bunker aan het bouwen zijn. Deze ruimtes zijn eigenlijk vrij te huren voor een heel schappelijke prijs. Want we vinden dat het, we vinden het belangrijker dat mensen zich creatief kunnen ontwikkelen en uiten dan dat we een goed gevulde kas hebben. Kijk, we zitten natuurlijk wel met het probleem dat we in zo'n enorm gebouw ook hoge kosten hebben. En dat we niet altijd alles kunnen repareren. Zoals bijvoorbeeld we hier kunnen zien bij deze versleten traptreden die we heel graag zouden willen repareren. Maar daar ontbreken gewoon weg de middelen voor. Het gebouw was vroeger gesplitst in meerdere compartimenten en lagen. Daar heeft hij onder andere een sportschool gezeten. Daar heeft hij ook een keukenzaak gezeten. En sinds 2007 zitten wij hier in dit gebouw. En we hebben op een gegeven moment ook een doorbraak gemaakt door deze muren. We hebben een dubbele deur gezet en dit hebben we hier dan gemaakt ook als tentoonstelling en expositieruimte. We zijn nog half in de opbouw van de tentoonstelling, dus het is nog een klein rommeltje. Maar we doen het voornamelijk voor de etalages op dit moment, omdat we dus geen publiek mogen ontvangen. Dit is een gedicht van mij en van Moenen wat we samen hebben gemaakt en dat is een coronagedicht. Onze uitstalkast van de uitgaves van de zesde kolonne van verschillende boxen, vinyl, boekjes en cassettes. Dit is de galerieruimte waar Olivier net de performance heeft gedaan en waar we nog steeds bezig zijn met de opbouw van de tentoonstelling die eigenlijk vanaf vandaag, vanaf gisteren dan in dit geval, tot 31 januari is te bezien. En als het mogelijk is, als het mogelijk is om dan publiek te ontvangen, dan zijn we open en anders blijft het nog iets langer open. We hebben ook een concertzaal en een studio. Daarboven zit Bob de Wit met zijn studio. Hier zijn de isolation sessies een aantal maanden geleden begonnen. Hier wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt, bandjes die opnemen. We gaan naar een ander gedeelte in het gebouw en dat noemen wij de loods. En dat is hier een tussenruimte waar allemaal opslag is van materialen. Maar ook van achtergelaten kunstwerken van deze en diegene, kunstenaars en collectieven. In deze ruimte hebben we een aantal kunstenaars zitten. Hier zit Chaco, dat is de smid. We hebben hier beeldend kunstenaar zitten, Paaltje zit hier, hier zit Marco, hier zit de groep van vier. Deze ruimte is nu zo ingedeeld omdat hier decoropslag was van een crew die met de film bezig was. Dit is Peter die met de Festo invalszaag een mooi strak zaagsneetje gaat leggen. We hebben de mogelijkheid om met een vrachtwagen naar binnen te rijden. We hebben een grote roldeur. We lopen nu door de pantry of vuile keuken zoals wij dat noemen naar een andere ingang. Kijk, hier is weer de concertzaal. En we hebben hier even het licht aan doen. Een toiletgroep. Dit is een soort eregalerij van werken van mensen van de zesde kolonne vanaf of sinds 1984. Sommigen zullen het nog wel herkennen. De buurman van 2B. Organisaties uit Wenen. Heel Europa. Dit doen we zo uit. Kijk, en dan komen we hier op de eerste verdieping in de keuken. En zoals wij dat noemen, de vide, die gebruikt kan worden voor allerlei culinaire expedities. Meer loungen.
werk van Stef Riedaal, werk van Jeroen Vrijs en Aron van Erp. Kijk hier weer op de galerie uit. Dan gaan we nog even een stukje verder naar de derde grote, vierde grote zaal. Dat zegt misschien mensen nog wel iets. Dit is hier de polyvalente zaal. En waar we dan uiteindelijk ook nog een mooi balkon hebben, waar nu nog niet op mag gelopen worden, maar we hebben de tegels al om hier op te leggen. Er wordt volop gerookt. Dit is zeg maar de publieke rookruimte. En met uitzicht op de wijk. In deze, in dit gedeelte van het pand zijn ook nog een aantal ateliers. Dit is onder andere het kantoor van de zesde kolonne. Hier hebben we Erik, Keel en Azim zitten. Dat zijn beat producers en videoclipmakers. Dat is een nooduitgang, maar die dan ook nog toegang geeft tot de kelder, waar een aantal bands repeteren. Is helaas vol, maar dat laat ik even niet zien. Jullie geloven er wel, zo'n repetitieruimte. Soldust en Neon Twin repeteren daar. Dus ja, wat kan ik meer vertellen? Dit is even een korte tour door het hele gebouw. En ja, we zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe projecten. We willen dat altijd faciliteren als dat kan. We staan open voor initiatieven. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. We vinden het ook heel erg belangrijk dat er in Eindhoven, of eigenlijk zoveel mogelijk, maar in Nederland ook, dat er vrijplaatsen zijn. En waar je een experiment kunt doen zonder dat daar een enorme zware commissie overheen gaat. Onze basisregels zijn, zeg maar, als er een intentie is, dat is al heel erg goed. En onze intuïtie, dat is onder andere, doe ik met Stef en en ikzelf, bepalen dan van oké, zo'n project kan doorgegaan. Onze mening is ook niet heilig. We hebben ook geen zicht op waar mensen naartoe willen gaan. Dus we geven de mensen de kans. Het is hun verantwoordelijkheid, want het is hun werk. Het is een verantwoordelijkheid van DIN 2 om ervoor te zorgen dat dit voor hun ook een goede tentoonstelling wordt, waar ze later nog iets aan hebben. Dus het is een wisselwerking wat betreft organisatie, openheid, kijken wat er kan gebeuren. Want dat is het terrein in die twilight zone tussen van wat wel mag en niet mag en waar kunnen we dingen opnieuw uitvinden, waar de nieuwe uitvindingen en innovaties vandaan komen en ontstaan. Dus wat dat betreft willen wij eigenlijk gewoon permanent doorgroeien en kijken wat er kan gebeuren. Het is eigenlijk helemaal niet belangrijk dat er, het is belangrijk dat hier iets ontstaat. Wat ergens anders gepresenteerd kan worden en wat ergens anders op een of andere manier zich kan manifesteren of door kan groeien. Dus wij zijn wat we zelf wel eens noemen de eerste sport in de ladder van de cultuur. Dat je moet hier beginnen om uiteindelijk in de Tate Gallery in Londen terecht te kunnen komen. Niet dat dat gebeurd is, maar we kunnen wel voldoende namen produceren van mensen die hier zijn geweest, die hier heel veel aan hebben gehad, gegroeid zijn. En eigenlijk nog steeds bevriend zijn, want dat is eigenlijk wel belangrijk. Als je hier werkt en komt, dan begin je een vriendschap die een leven lang kan duren. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg trots op, dat het kan gebeuren. Thank you.
Thank you.
Walk that exhibition at Tawara, man. He's the largest part of the COVID-19 nurses and everybody who's on the front line.
Thank you.